rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. Dus ik heb de vragen van Mirjam Eleveld maar weer even voor de dag gehaald. Want ja, die had ik maar even in de koelkast neergezet. Hey Mario. Hey, goedenavond. Hey, hallo Anna. Goedenavond. Wat gezellig hè, dat we hier zijn, hè? Ja. Tragic, but I'm still thankful that these moments even happen. Zo lieve vrienden, een hele, hele goede middag en welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds woensdag, de tweede van de 8e 2023 en we leven om 15:12. Ja, ik ben wat laat, maar dat heeft zo zijn redenen. Daar ga ik me niet over uitweiden. En ik heb mijn haar weer gewassen. En ik hoop dat het net zo goed zit als de kapper had gedaan. Ik weet het niet echt. Maar ja, ik heb aan deze kant een klein kuifje. Maar ik kan ook stekeltjes omhoog doen. Misschien dat ik dat andere week weer doe. Gewoon stekeltjes omhoog. Ja. Dan is het weer ietsje pietje langer. Ja. En dan over een week of drie, vier, dan ga ik weer gewoon knippen, scheren, weet ik veel wat. Ja. En dat is om het beleven. En ik heb boven nog steeds een splinternieuwe tube masker. Nou, dan wordt het maar een ander kleurtje. Het zal wel wat rozer worden, want dat rood dat wil niet echt pakken. Dat wordt meer roze. Maar ik heb het niet voor Jan met de korte achternaam gekocht. Dus ja, dan gooien we dat er gewoon bij in. Ja, toch? Ja. Maar oké, ik ga eventjes met de meisjes lopen. De ene buialarm die zegt er komt een klein heuveltje. De andere buialarm die zegt er komt niks. Dan kijk ik naar buiten. Ik zie wat spatjes op de poort, maar ik zie ook het zonnetje. Dus ja, ik weet het allemaal niet. Maar het komt allemaal wel goed. Ik ga vandaag... Dus ik zou vandaag even spullen naar beneden halen en naar de kringloopwinkel brengen, maar daar ben ik niet aan toegekomen. En ik zou ook koffie gehaald hebben. Nou ja, ik weet niet hoe laat de kringloopwinkel sluit. Ik meen om 4:00, nou dat red ik dus niet. Dus dat is een taak voor morgen. Maar ja, ik schrik me rot. Een motor, ja. Dus ik kan het wel naar beneden halen, zodat ik het morgen gewoon simpel zat weg doe. En ja, ook morgen komt Willy natuurlijk weer, dus ja, komt helemaal goed. En dan kan ik tenminste spullen wegbrengen. Ja, ik wil die troep weg.nl. Ja, ik heb nog een hoop planten staan. Nou ja, wie wil dat hebben? Zij de planten. Niemand die dat wil hebben. Althans, ik heb het wel eens gevraagd, wil jij een zetten plantje? Nee. Nou ja, dan niet. Nou ja, dan breng ik het liever weg dat er een kringloopwinkel wat dan net. Al zouden die het zelf voor de zier neerzetten hier en daar. Hè, om de zaak wat op te fleuren. Ja, er zit toch altijd wel wat in. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet ook weer een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later en al wie dus, nee, tol. Ja. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ik heb de vragen van Mirjam Eleveld maar weer even voor de dag gehaald. Want ja, die had ik maar even in de koelkast neergezet. Omdat ik mijn hoofd bij andere dingen had. En ook zij moet de tijd hebben om mijn vragen te stellen. Maar als er nog anderen zijn die ook vragen willen stellen, kom maar op. Ik beantwoord ze dan in een video. Zoals nu ook met Mirjam. Mirjam, die ken ik heel erg goed via Facebook. Ze woont niet hier in Nederland, maar het is wel een Nederlandse. En het is een schat van een vrouw. Ik hou heel veel van haar. Enkel, ja, ze komt nou met een vraag aan. Daar kan ik geen antwoord op geven. Want ze vraagt, ik zal hem stellen.
Als je aan het verleden, oftewel in het verleden, boodschappen deed en het verschil met de tegenwoordige tijd, wat was je vroeger per week kwijt aan boodschappen en wat nu? Dus toen de euro begon, tot nu. Daar kan ik geen antwoord op geven, want vroeger, toen die euro begon, ik was niet alleen, hè? Nee. Ik had een gezin en ja, dus dan ben je sowieso al meer kwijt dan wanneer je alleenig bent. Ja, en ik ben al alleen. Ja, ik heb mijn diertjes, ja, die tel je dan ook mee. Maar die hoeven niet iedere week wat te hebben. Want ik haal één keer in de zoveel tijd, weet ik veel wanneer het weer eigenlijk moet. Nou ja, de ene keer eten ze meer dan de andere keer. En dan haal ik gelijk 3 tot 4 grote zakken hondenvoer in een andere wijk. Dus dat moet ik of met de booster er helemaal naartoe. En dan zit ik mijn benen zo ver vooruit of naar de zijkant. En dat staat hier in de kast. En dat zijn, nou, wat kosten ze? 10, 12 euro geloof ik dat ze waren. Per stuk. Dus ja, reken maar uit. En ja, voor mezelf ben ik niet zoveel kwijt. De ene keer meer dan de andere keer. Het ligt eraan wat ik wil. En of ik ook wat lekkernij erbij doe. Ik mag graag in de weekenden een wijntje drinken. Nou ja, dat kost ook extra, weet je. En ginger ale mag ik graag drinken. En dan ja, hoe dat heet, ik vergeet iedere keer die na. Het is geen strawberry, want dat is aardbeien. Het is die kersen, maar geloof ik. Ook rood. Wat goed is voor wanneer jij blaasontsteking hebt. Ja, ik vergeet iedere keer die naam van dat drinken, maar dat is ook lekker. Ja, maar de ginger ale, die is hartstikke goedkoop. En dat andere, dat is weer over een euro. Dus ja, ik kijk heel goed uit wat ik koop. Zoals de kaars. Ik had eerst die goedkope kaars. Dat was de goedkoopste die er was. Nu, mijn hemel, daar heeft een in een goudbad gelegen, die kaars. Ja, echt. Over de 4,55 euro en de andere is ietsje pietje goedkoper. Ik geloof van 4,39. Maar dat is duur. Maar ik wil wel kaars hebben, weet je. Dus ik koop het wel. Maar dan is het weer uitkijken met iets anders. Ja, dat is niet anders. Maar ja, ik ben dus, ja, wat was ik gisteren kwijt? Ik pak de kassabon. Ja. Niet moeilijk doen. Even koekeloeren hier, koekeloeren daar. Hup. Even beter gaan zitten. Dat is Bikki. Ja, daar ben ik ook geweest, Bikki. Maar ik heb het over de Vomar. Vomar is dit van gisteren. Hier is de datum misschien te vinden. Ook dat nog. Ja, gisteren. Wat was ik kwijt? 24,30 euro. Had ik ook die kaars? Ja, had ik ook. Gaan we ook even opzoeken. Rode wijn. Nou, die is 2,99, de rode wijn. Ja. Dus dat valt wel mee. En ja, ik ben wat vergeten in te leveren weer. Ja, ik ben het zo niet gewend om lege flessen in te leveren. Nou zit dat, geloof ik, nog in dat tasje. Ai. Nou, laat het hopen. Ik had gelijk flessen ingeleverd en dat ben ik vergeten. Ha, dat bonnetje. Haha. Dom, hè? Hoe dom kan je wezen? Dom dus. Maar het maakt niet uit. Gesneden kaars. 4,39 zei ik dus. En nog een keer gesneden kaas. 4,55 heb ik ook gezegd. Ja. En dus. En de kadetjes, die bolletjes, die waren weer in de aanbieding. Maandag, hoe noemen ze dat? Nou ja, iets met maandag. En was maar 99 cent. Nou, dan heb ik er wel 12 stuks in een zak voor 99 cent. Kijk, dat bedoel ik, dat bespaar je weer. Anders is dat ook weer veel duurder. Dus, maar ja, maakt niet uit. En ik had een broodje kipse thee, ook 99, nee, die was 64 cent, ook in de aanbieding.
Dus, maar ja, ik kijk altijd wel uit met wat ik koop. Ja, nou, dan kan dit gelijk weer weg. Zo. Nu is dat weer uit de portemonnee weg. Voelt hij gelijk weer lichter aan. En wat heb ik eigenlijk nog aan geld? Ja, dat gaat jullie niks aan. Ah, nee. Ik moet nog koffie halen morgen. Ja. En dus, maar in ieder geval, ja, het is nog heel anders dan normaal. Kijk, in een normale situatie, de prijzen die groeien natuurlijk ook boven je hoofd uit. Dat doen ze daarom natuurlijk van dat achterlijke zootje, dat weet je zelf ook wel. Maar in ieder geval, ja, als de prijzen nou normaal waren gebleven, dan kun je gewoon ook normaal leven. Maar nou, je eet wel, maar toch op een andere manier dan dat je normaal gewend bent. Omdat je uit moet kijken, dat je met je geld uit moet komen. Ja, en dan heb je ook nog iemand, ja, nou ja, luister maar naar mijn andere vlogs ook, ja. Ik ga dat nou niet weer herhalen, dat is geweest. Want waarschijnlijk moet ik wel betalen. En dan hopen dat ik het ooit weer terug ga krijgen. Maar ja, dat zien we wel, dat merken we wel. Want daar leg ik ook nou niet wakker om. Maar in ieder geval, ik hoop, lieve schat, dat ik hier jouw vraag mee heb beantwoord. Want ja, ik kan het niet echt vergelijken, omdat ik nou maar in principe alleen ben. Met drie lieftallige diertjes. Nou ja, van de week kwam er ook weer iemand. Die bracht mijn kattenbrokjes. Ja, ik zeg, kom jij daar nou weer aan? Want zij heeft ook een kat. Maar zij kan niet alle kattenbrokjes hebben. Want dat beestje heeft een soort met van een dieet. Van een dierarts. Maar, ik hoorde het alweer. Ja, dat is een vrouwtje die woont in dat verzorgingscomplex. En dat verzorgingscomplex, dat is voor mensen met dementie of beginnende dementie. Zij is ook nog de enigste die alleenig weg mag. Maar ja, dan koopt ze kattenvoer terwijl ze geen kat heeft of wat dan ook, weet je. Dat, ja, en dan zit ze er weer mee. En dan krijgt Mario het mee. Maar Mario die kan het ook niet gebruiken, dus die brengt het weer hier. Nou ja, dankjewel. Ja, ben er weer blij mee. Ja hoor. Ik leg nog wel op taart, maar dat doet er niet toe. Dat gaat naar boven toe in de emmer. Voor boven te eten. En dan komt alles goed. Dus, lieve vrienden, ik hoop dat jullie ook nou ja, hier wat aan hebben aan deze antwoord. Het is een moeilijke, ja, moeilijke vraag eigenlijk voor deze tijd. Want je kan er niet fatsoenlijk een antwoord op geven. Omdat het nou allemaal schrikbarend duur is. Ja, de mensen die betalen hun, ik weet niet wat, aan de boodschappen voor een heel gezin. Waar je vroeger, hè, dat de euro begon misschien, nou ja, laat zeggen, 40 tot 50 euro kwijt was. Ben je nou 100 tot 105 euro kwijt in de week. Omdat het allemaal zo de pan uitreist. Ja, je weet het niet. Dus het is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Dus ja, die halen we weg. Zo, eventjes wegpoetsen, delete. Nou, en dan ik ga nou twee vragen beantwoorden. Waarom? Omdat ik een hele tijd geen vragen heb gedaan. En ik denk, nou, ik doe het nou wel even, twee vragen. En nou ja, hier kan ik wel een antwoord op geven, maar ik zal eerst de vraag stellen. Wil jij begraven of gecremeerd worden en waarom jouw keuze? Nou, ik zal eerst antwoord geven wat ik wil. Dat is dat ik gecremeerd wil worden. Ik wil, zoals al velen hier in Nederland zeggen, warme voetjes halen. Ja, ik wou dat eerst niet, maar ik heb het verschil gezien. Sowieso met familieleden zoals mijn moeder ja, en nog meerdere. Hoe een begrafenis is. Begrafenis is, zo moet ik het zeggen. En een crematie. En ja, je gaat dan wel de oven in en dat is natuurlijk ook lekker warm. Maar gewoon de hele toestand eromheen, het verdriet, het gevoel. Met een crematie is, ja, de mensen die er zijn en ik weet niet hoe ik het zeggen moet.
Het is zo één. Je lijkt wel één grote familie. Hoe moet ik het zeggen? Je bent één op dat moment. Het verdriet samen. Het voelt warmer aan. Hè, de mensen die om jou geven en ook om degene die naar beneden zakt. Ook om die geven. Al die mensen die dan bij jou zijn. Die om jou en jouw dierbaren geven. Die warmte die uitstraalt van ze. Dat vind ik op een kerkhof totaal niet. Dat voel ik op een kerkhof niet. Nee. Bij een begrafenis. Nee, ik weet niet. Dan is het iedereen kil en koud. Ook al is het midden in de zomer. Want ook dat heb ik wel meegemaakt. Dat het midden in de zomer een begrafenis is. Nee, maar... Dan heet... Ik weet niet wat het is. Ik kan dan wel huilen, bij wijze van spreken, nu alleen nog al van hoe een mens dan afstandelijker is op een kerkhof dan met een crematie. Met een crematie is het gevoel van iedereen, ik weet het niet, het is zo mooi hoe men dan is. Dus ja, ik vind een crematie vind ik veel fijner en dan... Ik heb mijn mannetje, mijn schoonmoeder en mijn diertjes er weer bij mijn voeten, want dat mag. Die kunnen bij mijn voeten weer staan en dan gaan ze samen met mij weer een keertje mee. Dus ja, dat mag allemaal. En dat wil ik ook graag. Ja, doe mijn mannetje me bij mijn voetjes en mijn schoonmoedertje bij mijn voetjes en mijn diertjes. Ja, en dan saampjes in mijn kist. En dan komt dat allemaal wel goed. En ik vind dat gewoon, ja. En dan, dan degene die mijn crematie verzorgt. Ik denk zomaar dat het Karin met Roderick zal zijn. Ik weet het niet. Maar stel dat die het verzorgt. Nou, dan hoop ik dat ze wel weer iemand erbij neemt die piano kan spelen. En kan zingen, een zangeres dus. Ik had bij mijn mannetje een zangeres erbij. Hier uit Den Helder. En die heeft heel mooi gezongen. Een eigen nummer. Over vleugels. In het Engels was dat. Maar ja, dat was heel bijzonder. Dat, Ik zal dat nummer weer eens opzoeken. En dan... Zal ik het gewoon, ze staat ook in mijn afspeellijst op mijn eigen kanaal, staat ze, op mijn playlist staat ze, maar dan moet ik ook zoeken, want dat is natuurlijk ook een hele lange, ja, moet ik daarop klikken, jeetje Maria. Ja, ik moet eerst er even heen, denk ik. Ja, Give Me Your Wings. Hanneke Bergsma. Uit Den Helder. Dus Hanneke met dubbel N. Bergsma. En Give Me Wings. Ik laat het nou niet horen, maar ja. Ga maar luisteren. Is zo mooi. En een zo mooi nummer. Ze heeft hem zelf geschreven. Ze heeft hem voor haar eigen moeder geschreven en gezongen dat haar eigen moeder kwam te overlijden. Nou ja, ze heeft hem ook weer gezongen en gespeeld op de piano in de aula voor mij en mijn mannetje. Ik had zelf een gedicht, ik had zelf nog een nummer gezongen van de kerk, ik zie een poort wijd openstaan. Dus ja, ik denk dat je nou wel helemaal genoeg antwoord hebt. Op deze vraag van wil je begraven of gecremeerd worden en waarom jouw keuze? Nou ja, ik vind gewoon hoe de mensen met elkaar omgaan, familie, vrienden, hoe ze met elkaar omgaan in een aula of op een kerkhof. Daar zit zo'n groot verschil in, dat wil je niet weten. In een aula is het veel gemoedelijker, veel liever. Niet die afstandelijke houding dat de ene de ander haat of zo, weet je. Dat zie je en dat voel je niet.
Nee, we zijn er één. Dus ja, geweldig. Ik ga voor een crematie. Ik vind het zo bijzonder mooi. Zoveel warmte. Ook de mensen die jou helpen, hè. Van de aula. Die zijn zo, zo bijzonder lief. Ook al zouden ze bij wijze van spreken barstende hoofdpijn hebben. Wat kan gebeuren? Ze blijven zo lief. Normaal, als jij hoofdpijn hebt, word je chagrijnig en dan ga je snauwen of wat dan ook. Kan, hè? Maar ze zijn zo lief. Want ook dat mijn mannetje zakte, nou ja, ik zie het een het ander daar beneden. Dus ik ga vragen. Ja, nou, toen mocht ik er ook naartoe, hè. Dus ik heb ook toestemming gegeven om de oven in werking te laten zetten. Door de computer, nou, ja. Het is zo bizar en bijzonder gelijk. Het is heel erg dat er een geliefde van jou heen gaat. Of wie dan ook. En het is nog bizarder en emotioneler als je overal van begin tot eind bij bent geweest. Met het overlijden tot aan de oven aan toe. Er zijn niet veel mensen, denk ik ook, die dat mij nadoen. En die nou eigenlijk er gewoon luchtig over kunnen praten. Ik voel wel traantjes pinken, hoor. Ja, ik voel het echt wel. Maar ik wil dit gewoon, ja, dat kan allemaal. Op een begraafplaats, dan zijn een groot gat, een rechthoekig gat, met balkjes waar die kist op staat. Ik weet niet eens, je moet die balken weghalen, maar dat doet er even niet toe. Maar dan wordt in oude dorpjes wordt het nog met touw naar beneden gedaan. Maar hier, dat is met een apparaat, gaat het naar beneden. Dat gaat helemaal naar beneden. Dat doet de vrouw, dat mag je zelf niet doen, want dat moet precies zo en niet anders. Dat draait ze met de klok, geloof ik, mee. En totdat hij op de grond staat. Maar ja, als hij op de grond staat, moet jij ook klaar wezen met zingen. Als je al zingt of een gedicht opleest. Dus je hebt kans dat je lied niet af is. Of dat je gedicht niet af is. Ja, nou, en dat is in een aula ook heel anders. Daar houden ze rekening mee. Ja, daar houden ze gewoon rekening mee. Dat is zo, zo fijn. Dus ja, lieve schat, dit was dan een kleine vraag, maar met een heel groot antwoord. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat je er wat aan hebt. En ja, zo leer je ook hoe ik verder in elkaar zit en hoe ik ben en wat ik ben. En ja, ik hoop voor jou in ieder geval dat het in Tunesië beter is dan hier, want het is hier ook steeds bagger weer. Ja, harde wind. Regen, niks aan, scherpe lucht, ondanks dat het bewolkt is. Want als ik zo naar buiten kijk, dan begint mijn hoofd al te fronsen en dat doet gewoon zeer aan je ogen. Het slaat ook op je hoofd, maar het is gewoon niet leuk, nee. Maar ja, maakt het allemaal niet uit, lieve mensen, lieve vrienden en lieve schat. Ik hou van je, dat weet jij ook en... Ik hoop dat ik je ooit toch nog wel eens hier in Den Helder tref. Want ik weet dat je een familie hier in Nederland hebt. Dus ja, zeg nooit nooit en we zien het wel. Ja, dus ik zeg lieve schat, dit was je tweede vraag. En ja, dan wacht ik weer eventjes. Ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb de boel alweer half klaarstaan om een vlog in elkaar te zetten. Maar ik dacht bij mezelf, hou, ik zou vandaag worteltjes klaarmaken. Laten we dat maar even gaan doen. Dus ja, ik heb de pan al afgewassen. En hier de zak met worteltjes. En die ga ik nog eventjes, de kontje en het puntje er snijden en doorsnijden, etc. En dan kan het koken. Dus dat gaan we wel even doen. En jullie staan ook aan de lader. Ik hoop niet dat te horen valt. En anders heb je even pech. Maar ik laat jullie lekker even aan de lader verder staan. En dan kom ik straks wel weer bij jullie terug. Ik
We zeggen tot dan. Doei doei. Ja, ik heb nog eigenlijk een verrassing voor jullie. Want ik heb nog eigenlijk mijn mond maar even weten te houden. Maar ik kan het niet houden, nee. Ik heb eindelijk weer contact gehad met Chrissy. Ze zit weer in Polen en ik maar denk dat ze ziek was. Maar nee, ze was al wel weer beter en opgeknapt. Het gaat goed met haar. Maar er was wel heel veel gebeurd waar ik het niet met jullie over heb. Want dat is gewoon privé. Maar in ieder geval, ze moest weer terug. Want ja, dat huisje waar zij in woont, dat moest verbouwd worden. En niemand kon erin. Ja. Dan heen je dat, hè? Dan moet je terug. Ja, of je nou wilt of niet. Maar ze hoopt, tussen aanhalingstekens, dat ze eind augustus weer terug kan komen. En dan is het eerste wat ze doet, nadat ze geslapen heeft natuurlijk, hier komen. Ja, zo niet gaat ze bij mij over de knie. Ja, echt waar. Maar ik ben zo dankbaar dat ik haar weer gehoord heb. Het is wel niet gezien, maar ik heb haar wel weer gehoord. En ik heb haar foto's gestuurd. Want ze had de WhatsApp had op 7 dagen gezet. Dat dan alles weer verwijderen zou. Maar ja, ik zag niet dat ze gekeken had. Niks. Geen antwoord. Niks. Ik denk, ja, ze had dan ook weliswaar heel weinig internet. Noem je dat? Nou ja, contact. Ze kon ook amper bellen met iemand hier, die hier ook in Nederland zit. Waar ze dan dagelijks mee belt. En dat kon gewoon niet. Hallo, hoe gaat het? En het was weer afgebroken, de lijn. Dus ja, heel slecht internet en luchtverkeer, wat dat dan gaat. Ja, heel bizar. Maar ik heb nou vandaag met haar gesproken. Ze heeft mij vanmiddag belde ze me op. Ik zat toen nog op bed, ik was met mijn telefoon bezig schoon te vegen van nou, dat kan ik doorsturen naar Facebook, dat kan ik doorsturen daar naartoe. Weten jullie wel zo die dingen? En dat doe ik altijd lekker even ook op mijn bed, voordat ik eruit kom. En toen belden ze, nou ja, helemaal geweldig. En nu, ja, nu is dat dus bezig. En we gaan zo meteen de meisjes uitlaten. Ja, want het is alweer 7:15. Nee, later. Die is achter. Het is 18:50. Dus ja, ik ga me zo klaarmaken om naar buiten te gaan. En, de meisjes die liggen nou heerlijk te knorren, laat ik maar zeggen. Maar dat maakt niet uit. En de worteltjes die zijn bijna gaar. Dus ja, helemaal geweldig. Ja, ik moet het wat zachter hebben dan dat jullie ze eet. Anders krijg ik ze niet weg. Dus ja, komt helemaal goed, lieve vrienden. Ze zeggen, geniet van jullie avond en tot later. Ja, lieve vrienden, jullie horen al iemand praten. Maar dat komt zo. Ja, hier ligt er eentje lang uit op de grond. Ja, dat is onze Elwing. Maar dat maakt niet uit. Het is alweer avond, dus ik wens jullie allemaal een hele fijne avond toe. Jazeker, maar ik heb ook visite. Ja, en wie zijn dat? Ja, ik draai jullie om. Ik zeg, oh die. Hey Mario. Hey, goedenavond. Hey, hallo Anna. Goedenavond, wat gezellig hè, dat we hier zijn, hè? Ja, en vind met elkaar. Ik wel. Helemaal gezellig. En Rijka die wordt verwend, die wordt geaaid door Anna tot en met. En dan krijgt Mario kusjes, het is weer wat. En die ligt hier al lekker rustig. Maar ook die wordt verwend, hè? Ja, moet allemaal kunnen. Ja, toch, fijn hè, Mario? Verwend worden is fijn. Ja hè? Ja. Even lekker aan de koffie. Ja, ook dat. En thee. En de thee. Hoezee, we zijn aan de thee. Hier is je zakje. Oh ja, maar het zakje open. Er nog in. Ja. Oh. Dat moet je wel erin doen, ja. Anders gaat het niet, hè. Nee, drink je warm water. Oh, dat vind ik ook lekker. Is ook gezond voor je. Op je blote kont. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook een beetje met ons mee. Ah, ja, toch? Ja, zo is het. Oké. Ja, het is alweer heel erg laat. Ja, het is 2:30 geweest. Gaan jullie even mee? Het is nou even droog.
de lantaarnpaal is uit. De maan. Op mijn witte binnen. Ja, malakijnetjes. Malakijnetjes. Want is het nou echt in de buiten? Nee? Nou, dan gaat de deur dicht. Kijk dan. Eindelijk een beetje opgeklaard. De hele avond regen, de hele nacht. Tenminste, de halve nacht regen. Het was vreselijk. Nou, ik zal jullie even weer omdraaien. Dat we weer zien dat ik hebben moet. Ik zit altijd met mijn vingers aan de knoppen waar ik niet aan moet zitten. Maar ja. Zo. Even neerzetten. Dan gaan we mee zitten. Zo. Ja, dat moet allemaal wel goed, hè. Het zit hier nog niet goed. Waar het knopje nou is. Voel hem ook niet, dat gekke knopje. Nou, komt wel. Doen we straks wel. In ieder geval, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard straks weer gezond uit je bed zien te komen. Moet ik ook. Iedereen moet dat. En ik zou zeggen, jullie weten het. God die houdt de wacht. Over ons allemaal. En ik zeg gewoon, tot aan de andere kant van de nacht. Geniet van je nachtrust. Tot morgen.